Voor de Orion Classic Awards waren we op bezoek bij het Udens College, waar Benjamin Roldenbelt zelf een stuk geschreven heeft voor die Orion Classic Awards. We spraken daar met Ron Antens. Ik ben Ron Antens. Ik ben componist, arrangeur en voor het Orion Young Classical Talent Award project de arrangeur van Kameraden Zuid. Wat doe je? Voor het project gaan leerlingen samenspelen met een kamerorkest. En zij spelen op allerlei stukken thuis en hebben dus een stuk ook uitgekozen. En vaak is dat met pianobegeleiding, soms zelfs met een compleet symfonieorkest. Maar lang niet altijd voor kamerorkest. En dan moet dat dus omgeschreven worden. Bijvoorbeeld de pianopartij, die werk ik dan uit, zodat de strijkorkest die kan spelen. En ja, het leuke voor die leerlingen is dat ze op die manier dus op het podium zitten met een echt orkest, wat niet al te vaak voorkomt. Is het moeilijk? Dat hangt ervan af. Het kan twee kanten op gaan. Het kan moeilijk zijn omdat je een heel eenvoudig stukje hebt waar maar een hele sumiere begeleiding onder zit. Ja, en dan wil je toch de volle gebruik maken van zo'n 20-koppig strijkorkest. Dus ja, dan moet je er dingen bij gaan verzinnen of gaan uitbreiden. Het kan ook moeilijk zijn omdat het voor een ontzettend groot symfonieorkest met blazers en slagwerk is geschreven met een hele hoop effecten. En dat moet dan teruggebracht worden naar 20 strijkers. Dus het is soms maar net van welke kant je het bekijkt hoe lastig het is. Wanneer word jij blij van dit vak? Ik word blij als ik er dingen van mezelf subtiel aan toe kan voegen. Dat vind ik het leukste. Dat mensen het idee hebben, want er is helemaal niks veranderd. Maar ik weet dan, en hele goede luisteraars, van, ik wacht even, maar dat zit er ook oorspronkelijk niet in dat stuk in. Dat vind ik het leukste.